Henk Vreese, je bent afgetekend met 5-1 van deze tegenstander. Denk je dan, ja, dit is een geweldige middag of kijk je veel verder dan dat? Uiteraard kijken we verder. Kijk, een resultaat halen, daar gaan we altijd voor. Vind ik dat we altijd voor moeten gaan. Maar je moet niet blind zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat dit misschien wel een van onze mindere wedstrijden was. Waarom? We begonnen te vlak aan de wedstrijd. Dus we moesten echt ons in de wedstrijd spelen. En ik heb ze al aangegeven, ik vind dat wij dat ons niet kunnen veroorloven. Anders zaten we met z'n allen niet bij Sparta. En we zitten niet bij Real Madrid. Dus ja, zoveel kwaliteiten heeft de trainer niet. Zoveel kwaliteiten hebben de spelers niet. En dat moeten we gewoon beseffen. Ik moet zeggen, ik vond het zelf storend hoe wij aan de wedstrijd begonnen. Er was er één die meteen goed begon en dat was Ilias. En een aantal hebben zich weer teruggevochten in de wedstrijd. Maar nogmaals, dat heb ik wel bij rust duidelijk gemaakt. Wij kunnen ons dat niet veroorloven. Zo arrogant kunnen wij niet zijn. Wat mij opvalt is dat woensdag in die eerste helft was ik er ook bij. Vond ik ook dat jullie in de tweede helft stukken beter waren? Ja, ik vond tegen Willem II het eerste kwartier waren we er niet helemaal bij. Maar daarna vond ik wel dat we al meteen in de wedstrijd zaten. Of na dat kwartiertje. Ik vond het vandaag over de hele eerste helft. Wat vond je eigenlijk ervan dat zij in één keer 8-9 keer wisselden in zo'n oefenwedstrijd? Maakt dat nog wel een oefenwedstrijd eigenlijk? Net zoals wij ook een aantal malen gewisseld hebben. Ik denk dat wij ook in totaal 6-7 keer gewisseld hebben. Ik denk dat, de spelers heb ik ook aangegeven, bij Sparta ontloopt het elkaar niet zo overdreven veel. Dus je zou je plek moeten beschermen. Wellicht was bij hun het verschil iets groter, daar kan ik niet over oordelen. Maar ik ben bezig met mijn ploegie en ik denk dat degenen die invielen het zeker niet minder hebben gedaan. Nou, dat maakt het alleen maar mooi, want dat kan ik gebruiken en ook duidelijk aangeven dat wij niet zo'n wedstrijd kunnen beginnen, wie dat ook zijn. Wat zijn eigenlijk positieve punten die je aan deze wedstrijd hebt overgehouden? Eerlijk gezegd, als je een van je mindere wedstrijden speelt in de voorbereiding en dan de wedstrijd gewoon wint, ja, daar moet je wel vertrouwen uithalen. Alleen moet je ook meteen goed beseffen, nogmaals, die arrogantie, ja, dat kan niet. We zijn een redelijk goede ploeg, hè, op ons niveau, als we met z'n allen gewoon echt met een bepaalde focus aan de wedstrijd beginnen. En nogmaals, dat was het meest storende en het meest plezierige is dat je gewoon nog steeds wint. En ook nog eens een aantal goede aanvallen op het einde, een aantal mooie doelpunten. Ja, dat moet je wel meenemen. Je noemt een paar keer het woord arrogantie. Waar komt dat dan vandaan, denk je? Nou, eigenlijk komt het door een van mijn collega's. Die praat soms over misplaatste arrogantie. Kijk, nogmaals, we hebben een goede voorbereiding tot nu toe. Ik kan niks klagen over de arbeid die de jongens leveren. Nogmaals, dat is super positief. Maar ik ben aan de ene kant wel blij met zo'n moment. Dat zo gauw wij dat krijgen, dat we zeg maar vlak aan een wedstrijd beginnen, komen ook wij in de problemen tegen wie dat ook is. Je speelt eigenlijk de hele voorbereiding in het 5-3-2 systeem. Is het, stel, je zou volgende week aan de competitie beginnen, zou je dan ook zo beginnen? We hebben nog een aantal wedstrijden te gaan. Ja, en kijk, in principe speel ik het liefst 4-3-3. Punt naar voren, punt naar achteren, daar kan je ook mee spelen. En eigenlijk, ja, ik noem het zelf geen 5-3-2 eerlijk gezegd hoor. Ik vind het meer een 3-5-2, want onze backs staan behoorlijk hoog. Dus als je in Nederland praat over 5-3-2... dan neigen we alweer naar verdedigend en noem maar op. Nou, dan word ik weer in een hokje geplaatst van zeer verdedigende trainer. Volgens mij spelen we vooral 3-5-2. Dat is de intentie. Tegen goede ploegen zal dat misschien 5-3-2 kunnen worden. Tegen mindere ploegen vind ik dat we het initiatief moeten nemen. En dan praat je al heel gauw over 3-5-2. En soms, in sommige gevallen zelfs over kan je komen in een 3-3-4 organisatie. Dan kom ik het nu maar even voor je op, want ik heb twee prachtige voorzetten gezien van Holst, dus dat moet wel goed zitten dan. Ja, tuurlijk. We moeten wel initiatief durven te nemen. Als je dat niet neemt, uiteraard kom je dan vanzelf verdedigender te staan. Is niet onze intentie, maar nogmaals, sommige tegenstanders zal dat misschien wel kunnen gebeuren. Natuurlijk zullen er nog veel posities wisselen, maar toch ben ik benieuwd, heb je al een keuze in je hoofd voor de eerste keeper? We hebben nog volgens mij een drietal wedstrijden te gaan. Als ik me niet vergis, nog tegen Suriname. We hebben nog Cambuur. We hebben nog Go Ahead. Dat zijn ze. Dus ik denk dat ik pas antwoord kan geven op het moment dat we dadelijk de laatste twee spelen. Dan zal wel een hoop duidelijk worden, denk ik.